zei gewoon letterlijk tegen mezelf van oké, dit is de dag dat mij dus niks meer kan kapotmaken, want ik heb dit gefixt. Dus toen ik 19 was, pakte ik gewoon geld aan voor alles wat me aangeboden werd. Omdat ik was fucking timmerman, weet je wel. Dus dan doe je ook alles wat gewoon geld op kan leveren. Het was een hele andere tijd, man, hoe je dingen naar buiten bracht. En daar dacht je helemaal niet bij na van, oh, dat kan misschien later invloed hebben voor hem of zo. Welkom bij Lotgenoten Podcast in samenwerking met Hard Times Unite Strong Men. Mijn naam is Koen. Naast mij zit Daan Stomming van Schouders Onder de Podcast. Ja, zeker. Jaro is er dus niet voor het eerst. Nee. En dat komt omdat hij op vakantie is. Dus we hebben maar een andere perfecte podcast host. We hebben een goede vervanger, hoor. Goede vervanger. Een goede vervanger. Precies. Jullie hebben wel samen eerder een gesprek gehad. Daarom zeg ik het. Dus ik ben heel benieuwd hoe het vandaag gaat, maar ik heb er fucking veel zin in. Voor de mensen die denken van, hey, wat is Hard Times Unite Strong Men? Dat is een evenement voor mannen die weer man willen zijn. Je ziet de laatste tijd ook door de media dat mannen niet meer echt zichzelf kunnen zijn. Die worden een beetje onder druk gezet. En dit is een dag, 2 september, op een locatie ergens in Zaandam, waar mannen weer samenkomen om te herenigen, om hechting te voelen, om ervoor te zorgen dat ze samenkomen en laten zien wat een echte man nou precies betekent. Vandaag leren ze onder andere hoe je meer financieel weerbaar wordt, mentale weerbaarheid, maar ook fysieke weerbaarheid. Dames en heren, ik heb er veel zin in. Kijk, sluit heel mooi aan. Yes. Hey, Donnie. Goedemorgen. Ik heb nog nooit zo vroeg een podcast opgenomen, weet je? Ja. Het is het 8:30? Ja, zoiets. Ik vond het leuk om te horen dat je zo vroeg kon komen. Ja, natuurlijk. Ik ben een vroege vogel. Nou, mooi man. En je zit hier tegenover ons ook met een bepaalde reden. Elke persoon in deze serie die we uitnodigen heeft wel een bepaalde unieke kwaliteit wat in lijn staat met Hard Times Unite Strong Men. Mm-hmm. En ik denk ook dat jij over de afgelopen jaren zeker dingen hebt meegemaakt voor jou waarvan je zegt van oké, dat was een moeilijkere periode voor mij. En onlangs dan laat je altijd wel zien gewoon dat je er makkelijk uitkomt. En jij staat altijd wel zeg maar in het licht, net als nu. Mm-hmm. En dan weet je onder druk toch wel goed te presteren. Dus welkom, man. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Toen Miro me checkte, vond ik het een heel mooi initiatief. En het concept vond ik heel vet. Dus ik wil hier graag bij zijn natuurlijk. Nice man. Ja. Hey, voor eerste openingsvraag ben ik eigenlijk wel benieuwd. Donnie, wat betekent voor jou nou eigenlijk een sterke man? Een sterke man. Wat betekent anno 2023 een sterke man? Ja, een sterke man moet gewoon eerlijk zijn. Ik denk dat dat heel iets sterks is. Eerlijk zijn. Sterk zijn. Maar niet per se fysiek, maar ik denk vooral mentaal. Ik denk dat de man sowieso gemaakt is om veel aan te moeten kunnen. Dat we op die manier zo geschapen zijn. Respectvol. Ja, dat eigenlijk, man. Ik vind dat wel echt hele belangrijke facetten voor een man. Eerlijk zijn, respectvol zijn en sterk zijn, maar vooral mentaal sterk zijn. En vind je ook dat je dat zelf moet uiten? Vind ik wel. Ja, ja nou, dat probeer ik wel altijd te doen en te zijn, ja. Ook met Special Force Vips, Expeditie Robinson, zijn allemaal momenten waarin je zeg maar, jezelf kan uitdagen. Je kan ook op de bank zitten en gaan kijken, maar jij doet het liever zelf. Ja, je kan je op verschillende manieren uitdagen als man zijnde, weet je wel. Je kan op een hele simpele manier dingen kan je dat doen. Bijvoorbeeld vroeg op te staan, naar de sportschool te gaan. Gewoon netjes je afspraak nakomen. Dat zijn ook allemaal gewoon simpele dingen om je als man uit te dagen. Ja. Ik ben daarin wel benieuwd wat je aangeeft van vooral het stukje mentale. Ik denk dat heel veel mensen ook kijken vaak naar het stukje fysieke van de man. Dat ook heel erg belangrijk is. Waarom vind je het mentale stuk belangrijker dan het fysieke stuk? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk namelijk dat mentale weerbaarheid altijd uitstijgt boven fysiek. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt bij Special Forces, waar je in eerste instantie denkt, en dan dacht ik zelf ook van, oh, ik ben sterk, dus dit varkentje ga ik wel even wassen, dit avontuur. Maar toen merkte ik al heel gauw dat het fysieke snel van je wegvalt. Dat het echt puur komt op mentale aspecten, zeg maar. Als je bijvoorbeeld ook ziet die onderdelen die je daar moet doen, is niet alleen maar, ja, het is fysiek, maar door bijvoorbeeld een
hele krappe tunnel kruipen of verdrinkingsangst, dat soort dingen. Ja, ik denk dat daar eerder mentale kracht bij komt kijken als per se het fysieke plaatje. Ja. En ik denk dat dat soort dingen ook gewoon vaker in het leven gebeuren. Dat je vaak mentaal iets moet kunnen handelen als dat het per se fysiek is. Mm. Dus daarom, ja, is het wel logisch ook, denk ik, dat je dat voorop moet stellen. Ja. Ik ben wel benieuwd dan in de situaties. Hè? Want ik ben nu sinds, anderhalve maand begonnen met kickboksen. Gewoon 1-2 keer in de week, lekker rustig. Maar in sommige kickbokstrainingen is het lekker rustig. Om even zo te zeggen, dan kan je nog aan met gewoon mijn eigen conditie. En soms merk je gewoon al heel snel in de training, maak ze helemaal kapot en dan moet je nog 3 kwartier. Maar dan merk ik mentaal dat op een gegeven moment dat spelletje gaat spelen. Ik ben dan ook wel benieuwd, en daarbij Special Forces, dat daar heb je op een gegeven moment ook dat het overgaat dus op het mentale. Mm-hmm. Want dat waren voor jou echt die momenten waarop je over moest gaan op het mentale van oké, nu zit ik eigenlijk al aan mijn grens. Mm-hmm. En nu moet ik eroverheen gaan. Ja, bij iedereen kwam hij op een ander moment. En bij mij kwam hij wel aan het einde van het hele spel, zeg maar. Omdat ik me natuurlijk heel goed voorbereid had, fysiek gezien, om al die dingen te kunnen handelen. He, dus gewoon kilometers door bossen lopen en met blokken hout boven je hoofd en zwemmen en noem het allemaal maar op. Maar op een gegeven moment zat er ook bij mij een grens. Mm-hmm. En dat was eigenlijk het moment dat zeg maar het mentale erbij moest kijken. Omdat ze dat expres deden. Ze gingen mij zo ver uitwringen om te kijken van oké, hoeveel zit er nou eigenlijk bij hem in? En daar willen we eens kijken van waarom is dat zo? Dat altijd maar zo ver moet gaan bij hem. Ja, dat exacte moment. Ik denk dat op een moment was dat ik, Kai en Mark waren nog met z'n drieën over. Moesten we een onderdeel in een bad doen. Ja, ik weet het. Ja, dat we dus, op beeld duurt dat 5 minuten, zeg maar, in totaal. Maar we zijn er gewoon 3 uur lang na een hele wandeling en weet ik veel wat we allemaal die dag al gedaan hadden. Allerlei oefeningen in het bad doen, heen en weer zwemmen. Dat moest binnen een bepaalde tijd, maar dan gaven ze altijd van die onmogelijke opdrachten om... Ja, het gewoon onmogelijk te maken. En jij dacht maar dat het gewoon gefixt moest worden. Dat toen brak ik gewoon, man. Ik weet niet wat het was. Omdat ik toen gewoon echt merkte voor het eerst van... Oké, hier ligt mijn grens. En nu voel ik me klein, want ik kan nu niet meer verder. Mm-hmm. En dat, ja, dan komt het mentale aspect erbij. Kijk, van hoe ga je hiermee om? Ga ik nu opgeven? Is het nu klaar? Of neem ik dit gewoon zoals het is en ga ik door? En gelukkig had ik die gasten naast me. Die me gewoon ook de mentaal natuurlijk doorheen konden sleuren. En dat vind ik bijvoorbeeld ook mooi aan dit... concept, weet je, Hard Times United Strong Man, dat je hier met meerdere gasten bent die diezelfde manier van denken hebben. Mm-hmm. Ja, dat was ook heel fijn. En ja, dat was het moment dat het wel echt mentaal zwaar voor me werd. Ja. En kwam je dus er doorheen door de mannen om je heen? Ik denk, ik ging er naartoe natuurlijk met, ja, ik ga dit winnen en maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga door, ik geef niet op, weet je wel. Maar ja, dat is wel echt vies tegen op dat moment, hoor. Er zijn echt momenten dat ik ook echt wel even een paar keer door mijn hoofd heb laten gaan, maar het zo snel mogelijk weer eruit duwde. Ja, en als je dan 2 gasten naast je hebt die op dat moment ook aan het einde van de race zitten en er ook zo diep al in zitten, ja, dan is het zeker wel van lekker dat je af en toe iemand hebt die op sleeptouw neemt. Net als dat ik dat af en toe bij hun moest doen. En dat creëerde zo die sterke band, zeg maar, met ons ook. Echt dat broederschap. Ja, heel vet was dat. En hoe, want die lessen neem je natuurlijk op een gegeven moment ook weer mee als je terugkomt naar Nederland in het dagelijks leven. Verwatert dat alweer snel of neem je dat in bepaalde facetten van je leven dat je terugdenkt aan die momenten van hey, ik heb er op dat moment zo zwaar bij gezeten. Als ik dat heb kunnen fixen, dan kan ik dat in het dagelijks leven in Nederland ook wel gewoon regelen. Ja, eigenlijk toen ik weet nog heel goed dat allerlaatste moment met Kai en Mark, dat we daar op de eindstreep hadden gehaald. We stonden boven op die berg en we stonden daar in Slovenië en we keken uit over de bergen. Je zag Kroatië daar in de verte. En het was echt zo'n halleluja moment. Weet je wel? Dat je echt dacht van... Ik zei het ook, ik weet nog heel goed. Ik heb er een foto geloof ik van. Dat ik even gewoon... Je bent natuurlijk klaar. En een keer komen de cameramensen in beeld. Die je al die hele week niet hebt gehoord, gezien. Omdat je zo erg in je bubbel bent. En ik dacht echt van even van... Ik wil dit moment even tot me nemen. Want ik ga nu weg en het is nu klaar. Ik wil nog even één keer even... Ja, het gewoon even tot me nemen. En ik ging op die berg staan. En keek gewoon even voor me uit. En ik zei gewoon letterlijk tegen mezelf van oké, dit is de dag dat mij dus niks meer kan kapotmaken. Want ik heb dit gefixt. Ik was echt gewoon... Ja, ik denk de dag dat ik vader ga worden gaat misschien het overtreffen. Maar tot nu toe is dit de mooiste dag van mijn leven. Ja. Op dat moment zei ik dat tegen mezelf. Ja, en dan kom je terug in Nederland en dan begint eigenlijk de volgende race. Want dan krijg je te horen dat je tilbalkanker hebt. Ja. Ja, dan... was het wel echt even nodig om weer terug te schakelen naar het moment. En heb ik zeker ook momenten gehad dat ik
eventjes voor de tv ging zitten, aflevering 7 en 8 ging kijken. Om weer eventjes die benodigde boost te krijgen, zeg maar. Ja, en daar ben ik zeg maar ook Videoland en die mannen, maar vooral Erik Wegewijs in het speciaal, zo dankbaar voor dat ik die kans heb gehad. Want dat het ook op beeld staat, weet je wel. Het is een, ik heb al vaker gezegd, het is een soort van vereeuwigde batterij die ik altijd eventjes erbij kan pakken op het moment dat ik het zwaar heb. En dan kan denken van, ah, fuck it man, ik heb dat gefixt. Ja, dit ga ik ook gewoon fixen. Maar hoe hard is dat straks wat je zegt, ooit word je, ga je een keer vader worden. Ja. En dan die kinderen, die kunnen als het goed is gewoon die beelden checken. Precies. Ja, ja, dat is ook ziek. Daar kijk ik heel erg naar uit. Dat ik inderdaad dat avondje op de bank met ze ga hebben. En als hun dan een moeilijk moment hebben, dat ik dat even erbij pak. Ja, en hetzelfde is met het event, weet je wel. Die gasten gaan straks allemaal dingen hier doen. Mm-hmm. En aan het einde van de dag zijn er een paar over. En die kijken elkaar dan aan. En die weten gewoon van, hey, dit hebben we gewoon even gefixt. En dat is gewoon een lifetime ervaring wat je in al je dingen mee gaat nemen. Ja, dus ik vind dit echt een heel mooi concept. Want kijk, ik heb het geluk met het hele bekend zijn dat ik op dat soort plekken kom, snap je? Bij een programma waar je dat soort dingen kan ervaren. Mm-hmm. En niet iedereen kan dat. Nee. Ja, zoals zo'n event als dit is dan een ideale kans om dan hetzelfde gevoel te kunnen ervaren. Ja. Ja. Ja, en ik ben ook wel benieuwd wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Ik ook. Ik weet het zelf nog niet eens. Het is mijn eerste keer. Ik weet het ook nog niet heel goed. Maar ik zag het een en ander al. Ik zag een lijkenwagen voor de deur staan. Dus ik belde jou. Ik sta bij de lijkenwagen. Ja, dus een lijkenwagen. Ja. Dus er worden hele leuke experimenten uitgevoerd hier vandaag. Maar ik ben heel benieuwd, man. Ja, en er lopen iets meer, volgens mij iets meer dan 650 mensen hier rond. Dus ik ben veel. Dat is echt veel. Och, man. En heel vorig jaar waren dat er nog iets van 400. Tof dus, man, dat het groeien ook is. Echt goed. Zeg wat over het event en de ervaringen van mensen. Ja. Elk jaar verdubbeld, hè? Elke editie verdubbeld. Ja man. Qua deelnemers. En ik liep net ook weer eventjes naar binnen en dan zie je weer oude bekenden van de vorige keer. En die zeggen, ja, bro, tuurlijk ben ik er weer. Ja, mensen die ook vorige keer waren. Ja, die ook vorige tof, keer man. Waren. Tof. En dat is wel heel erg mooi om te zien. Dat zulke jongens die voelen zich dus ook samen met die gasten, snap je? Je hebt een dag samen. Je hebt heel veel van die struggles. Wat jij ook bijvoorbeeld hebt gehad met Special Forces Vips. Mm-hmm. Maar dat zorgt wel ervoor dat je het samen gaat doen. Want ze zitten allemaal in gewoon kleine groepjes. Ja. In grote groepen. Maar snap je? Je hebt wel mensen om je heen die selectief, je pushen. Ja. Ja, bro. Ja, dat achteraf het programma zei die Erik ook tegen mij. Hij zegt wat jullie hier hebben gecreëerd met z'n drieën. En dan over mij, Mark en Kai. Dat is iets wat dat hebben hun natuurlijk. Kijk, wij hebben dat in een programma gedaan. Maar hij is bijvoorbeeld met gasten ook geweest op missie en in oorlogsgebieden. Hij zegt van, ik hoef die gasten 10 jaar niet te zien. Maar als ik ze hier in de kroeg tegenkom en ik hoef alleen even naar ze te kijken, dan weten wij van elkaar wat we gedaan hebben, snap je? En dat gaat niemand echt voelen. Alleen jij en ik, zeg maar, omdat wij op dat moment daar waren. En dat is zoiets. Man. Ja, dat is zoiets sterk, zoiets machtigs wat je dan ervaart onderling, zeg maar. Ja, dat is te gek. Ja, je benoemt die, Erik benoem je al meerdere keren. Ja. Ik vind het wel bijzonder, want volgens mij was hij toen ook nadat je dat nieuws kreeg van teelbalkanker en vlak daarna was je ook jarig. Ja. En toen was hij ook op je verjaardag, toch? Ja, maar het was echt, het was zoveel. Ik had natuurlijk inderdaad net het programma achter de rug. Die finale liep, zeg maar, en rond die finale periode kwam ik met dat bericht naar buiten dat ik teelbalkanker had. En diezelfde, ik ben eigenlijk de dag voor mijn verjaardag ben ik geopereerd, dus ik was jarig en ik lag in het ziekenhuisbed op dat moment net geopereerd. Dus er was heel veel gaande op dat moment. En ik werd echt overspoeld met berichten. Mijn DM was gewoon duizenden berichten. Dat was niet normaal. Oh. En toen had ik iets van... Dus ik was echt net geopereerd. En ik dacht echt van, ja, maar dit gaat niet mijn dag verpesten. Weet je, ik ben jarig. Ik had een verjaardag gepland staan met heel veel vrienden die kwamen. Dus ik dacht, het feestje gaat gewoon door, weet je wel. Ik dacht van, we moeten gewoon het leven vieren. En als verrassing kwamen Mitchell en Erik... Sander en Bas, die konden helaas niet, maar hun kwamen als verrassing binnenlopen op mijn verjaardag. En ja, toen heb ik zeker wel een paar tranen gelaten, man. Dat was echt wel echt mijn mooiste cadeau die dag. Ja. Mooi, man. Ja. Hoe kan het, zeg maar, wat heeft een man nodig voor jou om respect voor hem te krijgen? Voor mij of gewoon respect te krijgen? Ja, precies. Dus als je met een bepaalde, zeg maar, je gaat met mannen om, zeg maar van oké. Hoe moeten ze zichzelf uit? Hoe moeten ze zijn om te zeggen van... Nou, luister, die gozer, die mag ik. Daar heb ik respect voor. Net als bijvoorbeeld Erik, daar heb je veel respect voor. Ja. Weet je, van oké, wat moeten mensen of wat moeten mannen hebben? Omdat ik denk dat het allemaal begint bij oprechtheid, man. Ik denk dat je al heel gauw van iemand kan aflezen... of zijn intentie oprecht is.
Kijk, weet je, je hoeft niet per se zoiets heftigs als mij te doen als een Special Forces avontuur. Of bijvoorbeeld een Erik die dan echt een Special Forces is geweest. Om alleen dan een. Je hoeft niet per se iets heel extreems te doen om respect, zeg maar, te krijgen. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon. Ja, wat ik zeg, ik denk dat het gewoon begint bij oprechtheid, man. Eerlijk zijn, respectvol zijn. Ik denk dat je dat, als je dat al toont als man zijn, dan heb je mijn respect al. Mm-hmm. Het is een soort van. Ja, dat is. Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen. Ja, hoe vinden jullie dat? Hoe win je iemand zijn respect? Ja, goede vraag. Ik denk inderdaad dat het sowieso start bij oprechtheid, man. Dat je gewoon, wat jij ook aangeeft, dat je weet dat je op iemand kan bouwen als die dat ook daadwerkelijk aangeeft. Dus als jij een vriend hebt en die zegt van nee, ik sta er altijd voor je zijn, ik sta altijd voor je klaarstaan. Maar als het op dat moment daadwerkelijk gebeurt, dan weet je ook echt dat het goed is en dat het een man is waar je op kan bouwen. Ja. Dat is dat stukje oprechtheid. Ik denk dat wat jij ook wel zei, van sommige mensen, dan hoef je alleen maar naar ze te kijken. Ja. Geef een knikje naar elkaar, je weet dat het goed zit. Weet je? En dat zijn toch ook wel de. Je leest het af. Ik denk dat het ook iets mannelijks is, toch? Dat je dat gauw aan een man kan zien. Ja, ja, man. Van, je weet ook gewoon van bepaalde mensen, die kan ik opbouwen. Die kan ik s'avonds opbellen, luisteren. Ook al moeten we gaan vechten, ook al staat mijn huis in brand. Ook al moet ik zeg maar eventjes bij jou een paar avonden slapen. Weet je, van bij die jongens kan ik terecht. En dat zijn de jongens dan waar ik wel het meest respect voor heb, weet je wel, die daar altijd openstaan. Je hebt het in alle vormen. Ik heb bijvoorbeeld ook met iemand die gewoon ziet die traint, weet je wel. Ja. Weet je? Waarvan je ziet van, hey, dit is iemand met discipline. Zo, dus daar kan ik ook wel respect voor hebben, weet je wel. Ja. Het is vaak, het is iets Nederlands bijvoorbeeld, dat mensen daarnaar kijken en die vinden dat gelijk een soort van macho gedrag. Ja, ik kijk daar niet naar, weet je wel. Als ik zie dat iemand getraind is, dan denk ik van, hey, deze gast heeft discipline. Ja, dat vind ik ook altijd, man. Die zet dingen aan de kant om voor zijn doel te gaan. Daar heb ik respect voor, weet je wel. Ja, man. Dus ja, dat is ook wel een manier hoe ik respect voor iemand krijg. Maar je kan het in heel veel. Heb jij dan zelf ook altijd die discipline al gehad? Want jij bent wel inderdaad iemand die vaart naar de sportschool gaat. Ja. Zeg maar die discipline wel wilt kweken bij jezelf. Maar heb je dat altijd al gehad? Ja, ik heb het mezelf denk ik wel aan moeten leren, man. En ik denk dat het gekomen is vanuit mijn bewijzingsdrang. Dat ik, toen ik tiener was, bekend was, maar niet per se bekend wilde zijn. En dacht van, oké, maar waarom... Ik weet niet. Ik zag bekend zijn als iets negatiefs of zo. Want de mensen keken naar me, maar ik wist zelf nog niet eens wie ik was, weet je wel. Dus ik had het gevoel van, oké, ik moet iets zijn. Ja. Dus het was heel erg een bewijsdrang van, oké, ik sta al op een podium, maar verdien ik dat wel? Mm-hmm. Dus dan trainen en aan mezelf werken was mijn manier om dat te laten zien. En ik denk dat daaruit de discipline ook is ontstaan. Om altijd maar naar de gym te gaan, op tijd op te staan, bewuste keuzes te maken in hoe ik leef. Mm-hmm. Ja, ik denk dat op die manier heb ik mezelf weten aan te leren. Ja, het was voor mij de meest enge keuze om te stoppen met werken. Omdat, kijk, heel veel mensen die brullen, burn your ships. Ga al in, neem het risico. Maar dat is lekker makkelijk lullen als je nog thuis woont. Omdat ik gewoon zat te stressen. Dat ik gewoon dacht, zometeen maak ik geen sales, heb ik geen opdrachtgever meer. Dan heb ik geen omzet, kan ik de huur niet betalen. Zo zat ik gewoon continu te denken. Alleen toen op een gegeven moment heb ik toch die knoop doorgehakt. Ja, in de eerste maand sloeg ik 15.000, man. Hoe is dat dan gegaan? Hè? Want jij werkt als heftruck, maar je wou altijd meer. Je ging al verschillende dingen proberen. Ja. Hoe liep dat precies? Ik had natuurlijk heftruckchauffeur. Eigenlijk had ik totaal geen ambitie en zo. Ik vond het eigenlijk allemaal wel prima. Zat elke avond GTA te spelen en zo. En collega's en zo. Vond me wel best. Alleen op een gegeven moment, dat heb ik ook een paar keer gezegd. Kijk, als jij gewoon een volwassen guy bent, je woont op jezelf, je hebt inmiddels een zoontje. Als je dan af en toe 5 euro bij je moeder moet lenen om te tanken omdat je anders niet aan je werk kan, ja, dan knakt er iets in je. Dus je ziet bijvoorbeeld iemand een Rolex, je ziet de vakanties, je ziet een Lambo, je ziet een Ferrari. Dan denk je toch van, hoe kan het dat hun het hebben en ik niet? Maar wat ik automatisch ging doen, ik ging excuses zoeken waardoor hun het behaald hebben, om mezelf te zeggen, tegen mezelf te zeggen van, ja, zie je, hij heeft deze mazzel gehad, dus jij kan dat niet behalen. Hoe is het vroeger eigenlijk geweest? Want je bent ook timmerman geweest. Ja. Wel geleden? Ja, toen was ik 16, 17 of zo. Ja, ja, dat bedoel ik. Want daarna kwam we eigenlijk bezig. Kwam je ook in die rollercoaster van bekend zijn, zeg maar. Ja, het ging eigenlijk best wel geleidelijk. Ik was niet echt de beste op school, weet je. Ik zat vaker op de gangen dat ik in de klas zat. Dus ik was wel vrij aanwezig. En dat resulteerde ook gewoon in mijn schoolkeuze.
Ik ging met VMBOB ging ik van de basisschool weg en ik moest gewoon iets doen, weet je wel. Dus ja, als ik altijd op de gang zat, dan was ik daar ook altijd te lastig. En toen zeiden ze van, nou weet je, ga jij niet maar even deze IKEA-kast in elkaar zetten? Dan heb je wat te doen, weet je wel. Dus daar begon wel een beetje van, hey, dat vind ik op zich wel lachen, weet je wel. Ja, gewoon even bezig zijn met mijn handen. En vanuit daar is ook dat idee gekomen, meer van mijn moeder ook. Van, misschien moet je wat met je handen gaan doen. Ga naar zo'n technische school. En dan ging ik naar Edam toe. De triade. En daar, daar kon je kiezen of je gaat schilderen. Of je gaat elektra doen. Of je gaat metaal doen. Of je gaat timmeren. Nou, ik nam hem lekker breek. Ik dacht, ik ga wel timmeren. Ja. Daar is het eigenlijk begonnen. Heb ik nog een vervolgopleiding gedaan op het MBO. En dan deed ik een BBL-traject. Dus 2 dagen werken, andere dagen naar school toe. Ja. En dat was eigenlijk ook de periode dat de eerste reality-serie kwam. Nou, eigenlijk de allereerste reality-serie was al in 2004 of voor AT5. Maar later voor RTL echt de eerste serie waar ook mijn broer zeg maar in beeld kwam. Mm-hmm. Dat gebeurde in die periode. Ja, dus ik was timmerman, maar ik was tegelijkertijd ook het broertje van en de zoon van, zeg maar, de hele tijd. En dan stond ik ergens in een badkamer of zo bij een vrouw. En die dacht in één keer, Donnie Roelving staat hier in mijn badkamer te slopen, weet je wel. Ja. En dat was wel altijd... Fantasie ging gelijk. Ja. Dat zal vast. Ik vroeg vaak een koffie. Nee, dus dat was... Dat was wel altijd moeilijk, man. Want ik probeerde eigenlijk een soort van heel gewoon mens te zijn. Maar ik was niet gewoon voor anderen. Omdat ik bekend was van. Ja, dus dat was wel een moeilijke periode voor mij. Omdat ik er eigenlijk vandaan wilde blijven. Maar ongevraagd het altijd maar erin werd gegooid. Ja, man. Hoe kijk je daarop terug? Heb je daar wel eens met je vader over gehad? Van hey, wat is de reden geweest dat wij ook... Mijn broer en ik samen ook op voorgrond zijn geweest zonder dat we dat echt misschien zelf al wilden. Hebben we wel eens gehad, maar ik kan ook heel begripvol daarin zijn. En sowieso geloof ik heel erg de dingen moeten lopen zoals ze lopen. En ik ben heel erg blij hoe mijn leven is gelopen. Want kijk, ik zit nu hier en het heeft me juist heel veel mooie dingen ook opgeleverd. Maar het was toen ook een andere tijd, man. Weet je, er was geen social media. Ja, het was echt alleen tv. Ja, tv en de krant, man. Mijn vader, die werd dus vader en dan kwam er gewoon bij de paparazzi kwam zeg maar al bij mij thuis om dan al geboortefoto's te maken, weet je wel. Ja. Dat zou je nu niet voorstellen, weet je wel. Maar dat was toen normaal als je zeg maar een bekend persoon was, zeg maar bekend figuur. Ja. En mijn vader die moest bijvoorbeeld vroeger als hij ging optreden ergens, dan moest hij naar het plaatselijke dorpje rijden waar hij dan ging optreden om zijn eigen posters op te hangen van ik treed hier op vanavond en nu doe je gewoon een Insta-storytje en je bent daar, weet je. Dus het was een hele andere tijd, man, hoe je dingen naar buiten bracht en daar dacht je helemaal niet bij na van oh dat kan misschien later invloed hebben voor hem of zo. Mm-hmm. Dus ik kan er heel begripvol voor zijn dat hij daar niet 2 keer bij nadacht. Ja. Het hoorde bij zijn werk. En dat was op dat moment zijn leven. Dus dat hoorde er dan ook bij. Ja, man. Ik heb vroeger ook heel veel met dingen gedacht. Zoals bijvoorbeeld met relaties, weet je. Met mijn ex-vriendinnen dacht ik ook altijd van... Nou ja, dat gooi ik ook maar gewoon online. Want dat hoort bij mijn leven of zo. Dat was mijn manier van denken toen. Terwijl, ja, nu hou ik mijn vriendin gewoon achter de schermen, weet je wel. En dan hou ik veel meer geluk uit, zeg maar. Dus. Ja. En wat vond je... ex dan ervan inderdaad als je haar dan soms online ging zetten. Wat voor jou ook normaal was, maar voor haar is misschien denk ze van, wat ben jij nou aan het doen? Ik heb een ex-vriendin gehad die ook wel een beetje met Instagram destijds al bezig was, dus dat was niet zo erg. Ik heb ook een keer een ex-vriendin gehad die dat niet had. En toen was het meisje waar ik toen samen ook mee ging doen aan Temptation Island. Yeah. Ja, ik dacht daar toen ook helemaal niet bij na, weet je wel. Ja. Ik was 19 jaar oud, ik wilde een zak geld verdienen. En ik zag het als een kans. Maar later heb je daar gewoon hele andere waardes aan en zo. En als ik het terug kon draaien, had ik het misschien niet gedaan. Maar wat ik zeg, dingen moeten denk ik gewoon lopen. Komt ook met de tijd toch? Op een gegeven moment. Ja. Je wordt ook ouder en zo. Hoeveel, ik weet niet of je dat mag zeggen, maar hoeveel krijg je eigenlijk bij Temptation Island als je nou meedoet? Het was toen wel heel veel geld, ja. Heel veel geld, ja. Laat ik het daarop houden. Voor een 19-jarige jongen, dat verdiende ik niet als timmerman. Dat verdiende ik niet als timmerman. Moest je heel wat badkamertjes Dan moest oplaten. Ik heel veel renoveren, ja. 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 Nee, ik... Mag natuurlijk geen exacte getallen zeggen. Het was genoeg. Het was leuk, ja. Maar net is man. Het is wel leuk. Ja, ik begrijp inderdaad wat dat ze dan... Het was in ieder geval een bedrag waar je als 19-jarige jongen gaat zeggen... Ja, dat ga ik natuurlijk gewoon doen. Ja, precies. Ik denk, als ze me dat nu zouden vragen, zou ik het niet doen. Voor hetzelfde bedrag. Maakt niet uit. Zou ik het niet doen.
Zou ik niet doen. Ja. Ik krijg rare aanvragen. Je wilt niet weten. Toevallig gisteren heb ik nog een rare aanvraag gekregen. Of ik in de huishoudbeurs wilde gaan strippen voor een of ander bedrijf. Budget was 50k. Ja, maar ja, ik zeg daar gewoon nu liever nee tegen. Man. 50k. En dat is ook hetgene wat wij eigenlijk daarin wel besproken hebben. Ook van het stukje principes ten opzichte van... Daar kon ik net niet op komen, man. Ja, als een man geld. Geen principes hebt. Nou, eigenlijk over het respectvol zijn, zeg maar. Ja. Dat, man. Ja, als een man geen principes hebt. Als hij niet achter zijn principes staat. Ja, man. Dat vind ik ook iets heel belangrijks, man. En dat is ook bij mij met de tijd gewoon wat ik zeg. Hè, want toen ik 19 was, pakte ik gewoon geld aan voor alles wat me aangeboden werd. Ja. Ja. Omdat ik was fucking timmerman, weet je wel. Dus dan doe je ook alles wat gewoon geld op kan leveren. Mm-hmm. Maar ja, wat ik zeg, nu sla ik ze af, weet je wel. Omdat gewoon mijn principes meer waard zijn. Mm-hmm. Weet je, ik wil gewoon... ik wil dat mijn kinderen naar Special Forces kunnen kijken later. Ja. Niet naar mij in de huishoudbeurs in mijn string, weet je wel. Ja, dan heb ik wel 50 ruggen gehad. Maar ja, dat is me niet waard nu meer, weet je wel. Ja, dat is echt, je principes gaan ook veranderen als met de tijd. En ja, dat is iets heel belangrijks. Ja, ik snap dat wel, man. En het is wel mooi inderdaad om te zeggen van, oké, als je 19 bent, dan doe je eigenlijk voor minder geld, doe je meer. Ja, in principe wel, ja. In principe wel. Maar dat komt ook omdat het allemaal nog super vaag is. Kijk, het is... Dat ik online bijvoorbeeld keek naar een Jordan Peterson of een Joe Rogan. Of op een gegeven moment in Nederland heb je bijvoorbeeld Tibor. Die heel erg duidelijk aangeeft van oké, je moet je kaders stellen. Je moet weten wat je principes zijn. En Mike Polacic die in zijn boek vertelt, wat zijn jouw kernwaardes? Wat vind jij belangrijk in het leven? Weet je? Vind je familie belangrijker dan je gezondheid? Ja. Of gezondheid belangrijker dan je familie? Hele belangrijke keuze, maar meestal kiezen mensen wel voor het een of het ander. Oké. Maar daarin heb je ook bijvoorbeeld, kies je voor geld of voor gezondheid? Ja. Kies je voor geld of familie? Het komt allemaal met de tijd, man. Ik ben zo'n ander mens geworden. Eigenlijk was ik 2 jaar geleden al een heel ander mens, weet je. Ik ben nu 25, dus ik zit echt midden in mijn leven op het moment. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar ik deed dingen heel anders toen ik 21 was. En toen ik 19 was al helemaal, weet je wel. Dus dat komt echt met de tijd, man. Ja. Dat je echt je waardes gaat stellen aan veel belangrijkere dingen. Ja, en ik denk ook dat het een beetje... Want dat heerst misschien nu ook wel een beetje dat er heel erg onder jongeren is van ik moet mijn leven uitgestippeld hebben op 18, 19-jarige leeftijd. Ja, man. Maar wat je zegt, je bent nu 25, je doet nu dingen heel anders dan dat je op 18 of 19-jarige leeftijd echt waar, deed. Hetzelfde geldt voor mij, hetzelfde geldt voor jou waarschijnlijk, weet je. Ja. Ik dacht dat ik zo volwassen was toen ik 19 was. Oh, ik dacht, ook. Nou maar toen ook, weet je. Ik dacht van ja, nu heb ik het gemaakt, weet je. Ja. Wel, ik pak hier zoveel geld en ik zit nu midden op de raket en alles begint te lopen. Ja. Ik ben binnen, dacht ik op dat moment. Maar ja, nee man, je reis begint net en je gaat zoveel andere dingen doen. En weet je wat het is? Ik was altijd jaloers op, zeg maar, al bij school begon dat, zeg maar. Dat ik jaloers was op mensen die al heel vroeg konden zeggen van, ja, dit ga ik worden, weet je wel. Dit is het en daar ga ik naartoe. Ik werd helemaal gek. Ik kon niet kiezen, weet je wel. Dus ik moest maar gaan timmeren om iets te doen, zeg maar. Maar ook voor jongeren die kijken, weet je wel, echt... Relax, weet je. Het is het gaat snel, maar je hebt alle tijd op je jonge moment om rustig te analyseren van waar ben ik goed in, waar liggen mijn talenten, wat vind ik leuk om te doen. Ja. Dat is ook echt heel belangrijk, dat je iets met passie doet, want het geld en dat komt wel. Als jij gewoon je focust op, dit is echt mijn passie en hier ga ik elke keer met een glimlach naartoe, dan gaat geld naar je toe komen. Ik zeg altijd, geld is een energievorm, weet je wel. Dat komt naar je toe, daar moet je niet naar zoeken. Als jij iets doet met passie, dan komt het vanzelf. En dat is misschien op je 18e ben je met hele andere dingen bezig dan als je dan 21 bent. En zie dan niet die jaren die je dan gespendeerd hebt aan datgene wat je niet meer doet als een verlies of zo. Nee, dat heb je ook weer een les uitgehaald, weet je wel. Wat je dan weer meeneemt. Dus gewoon alles op zijn tijd, relax. Het komt vanzelf. Jij hebt daarin denk ik nu wel echt een keuze van dat je vanuit je passie ook echt je business wil gaan bouwen. Ja, met het CrossFit en de trainingsschema's en de trainingen die erbij komen. Ja, nou, het is eigenlijk allemaal wel begonnen met mij, met sport, zeg maar. Mm-hmm. Toen mijn sportjourney begon, toen begon eigenlijk ook een beetje mijn... BN'er journey, zeg maar. Noem het maar even, geef het een naam. Ja. In ieder geval, toen ik zeg maar die switch ging maken van oké, ik stop nu met school en ik stop maar waar ik mee bezig ben, want ik ben niet gelukkig. Mm. En ik ging aan mezelf werken en ik maakte een transformatie. Ja, toen kwamen ook de aanvragen voor modellenwerk en toen kwamen ook de aanvragen voor acteerklussen en meet and greets in een film. Ik heb zoveel gedaan en op dat moment nam ik alles aan, maar was ik niet echt met een doel bezig, weet je. Dat ben ik eigenlijk sinds een jaar of drie pas gaan, eigenlijk sinds corona. Dat is eigenlijk het moment voor mij geweest dat ik dacht van hé, nu valt alles weg. Ik heb gewoon toen weer in de coffeeshop moeten werken, weet je wel, van mijn schoonzus. En omdat echt, ja man, ziek. Ja, nee, toen ik zeg maar stopte met school en ik ging eigenlijk een beetje rond influencen en gewoon klusjes aannemen. Ja, dat liep gewoon lekker. Maar ik was niet bezig met iets voor mezelf opbouwen. Mm-hmm. Ik leefde gewoon
van maand naar maand. En het ging super lekker. Ik kon gewoon mijn boterham eten en mijn huis betalen. Maar ja, toen corona kwam, viel alles natuurlijk weg. En toen had ik wel echt iets van shit, man. Dit, ja. Toen besefte ik wel erg van dit bekend zijn. Dat is echt niet voor altijd. Ja. En vooral in Nederland niet, weet je wel. Als je het niet slim aanpakt. Je hoeft maar één ding fout te doen. Je hoeft maar één ding fout te doen en ze doen gelijk... En dat merkte ik al bij mijn broer, weet je wel. Ja, van als je iets fout doet, dan ben je ook gelijk afgeschreven, weet je wel. Ja. Dus toen had ik wel echt iets van... Hey, shit man, ik moet met hetgeen wat ik nu heb opgebouwd... Mijn bereik en mijn contacten, moet ik gewoon nu iets gaan doen. En toen dacht ik wel van... Hey, ik moet het gewoon met sport gaan doen. Want daar is het ook allemaal voor mij begonnen. Alleen, hoe ga ik het doen? Ja, ik ga niet zoveel zijn met een potje natuurlijk. Ik wil het wel met sport doen, maar wel op mijn eigen manier. Mm-hmm. Nou, toen is mijn eigen movement gestart, de grind. Het is zo eigenlijk heel simpel begonnen met PT. En eigenlijk te gaan kijken van... Hey, welke van mijn volgers volgen me echt om het sportgedeelte... zodat ik het een beetje kan onderscheiden. Gewoon een directe doelgroep kan creëren. Nou, ben ik begonnen met PT in de corona. Of eigenlijk... Toen het weer een beetje mocht, hè, mocht je weer bepaalde uren zeg maar op locatie buiten trainen en zo. Een beetje sportcontent erop gaan posten. Is die pagina gaan groeien. En eigenlijk dit jaar ben ik met mijn eerste challenge gekomen. Mm-hmm. Mensen zich konden aanmelden en een soort transformatietraject bij me konden volgen. Ik heb diëtisten bij me werken. Fysiotherapeut bij me werken die de trainingsschema's voor me verzorgt. Dus ik ben nu... het aan het opschalen, echt online coaching platform. Netjes. Dus daar ben ik nu vooral mee bezig, man. En maar ook fijn om te weten dat je dan dus weet van... Kijk, ik ben nu met iets bezig wat daadwerkelijk iets voor mezelf is. Ja, snap je? Dat zeg ik, weet je. Dus met de jaren ben je gewoon aan het hosselen, zeg maar, eigenlijk gewoon een beetje. Maar corona was toen wel eventjes dat kantelpunt, man. Ik ben nu ook gewoon je eigen... Wat is het, gewoon echt je eigen bedrijf aan het opbouwen... Ja. Je bent zelf natuurlijk gewoon je eigen bedrijf. Ben je al die jaren geweest als influencer zijnde. Ja. Om even zo te zeggen. Ja, je bent je eigen merk, zeg maar. Eigen gewoon. Merk, zeker weten. Ja. Alleen wij weten bijvoorbeeld ook, dat heb jij misschien ook wel, van ja, wij hebben nu een podcast. Maar kijk, als jou en ik allebei wegvallen, dan is er geen podcast meer, is er geen inkomen. Nee, als wij van YouTube worden gehaald, omdat wij iets radicaals hebben gezegd, wat niet mag volgens YouTube. Zou goed kunnen. Dat kan zomaar gebeuren, want het is ook eerder bij mensen gebeurd. Dan is ons inkomen weg. Ja. Weet je? Dus dat blijft altijd in ons achterhoofd zitten. Dus we zijn nu ook gewoon volle bak aan het werken om ervoor te zorgen dat wij het team zo hebben staan dat wij verder kunnen gaan denken. Weet je? Dat we onze tijd over hebben om dan wat te gaan ontwikkelen. Waar we 1 heel veel impact mee maken, maar ook 2 waarmee we ook een soort van zekerheid voor onszelf hebben. Eigenlijk een luxe probleem. Ja. luxe probleem, eigenlijk wel. Alleen wat jij zegt, je hebt altijd wel in je achterhoofd zitten van ja, eigenlijk zijn wij ook een soort van influencers. Alleen dan wat meer voor ondernemers of zo, voor online op YouTube. Je bent gewoon je eigen merk uiteindelijk. Je bent je eigen merk. Ja. Maar uiteindelijk kopen mensen ook van mensen. Kijk ook naar een Nike. Natuurlijk kopen mensen ook van Nike omdat het goed is. Maar hoeveel jongetjes kopen Nike voetbalschoenen en meisjes tegenwoordig ook, omdat Cristiano Ronaldo daar atleet is. Ja, tuurlijk. En hetzelfde is met jouw mensen kopen jouw trainingsschema omdat ze jou fysiek zien. En ze denken van, hey, die shit wil ik ook gewoon gaan bereiken. Hetzelfde met Joel, hetzelfde met die gasten Joel en Mo Kosso, weet je wel. Ja, het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Maar goed, hun hebben hun visitekaartje eraan. Ja. En je moet het leuk vinden van diegene. Ja, alleen voor hun ook. Kijk, ik denk als je tussen 20 en 30 bent, dan is het nog leuk en aardig. Ja. Maar dan komt weer de volgende generatie. Ja. Snap je? En daar zijn Mo en Joel en... Weet je, zijn die mannen, Kosso, zijn er heel druk mee bezig. Kosso is ook nog super jong. Ja. Maar die zijn wel al bezig met de volgende stap. Ja. Weet je, van ook dat het op zichzelf gaat staan. En dat de ads misschien online komen zonder dat hun gezicht eraan verbonden is. Ja. Weet je wel? Bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld kijkt naar XXL Nutrition van René. En René is niet gekoppeld aan XXL. Nee, dat heeft René gedaan, ouder anders. Is of zelfs zijn eigen shit gaat doen en iemand anders wordt CEO... Ja, dan blijft het nog steeds XXL. Vooruitdenken, maar niet achteroverleunen. Dat is ook echt iets wat ik jongeren zou meegeven. Weet je, als je op een gegeven moment lekker bezig bent, moet je vooruitdenken, weet je wel. Niet denken van, oh, het is er nu, kom nu binnen, ik ga achteroverleunen. Ja, ik heb mezelf ook vies op verkeken, hoor. Ja, ik zeg, man, weet je, coronaperiode, als dat zoiets ineen komt, kan van alles gebeuren, weet je wel. Ja, man. In één keer valt het weg. Ja, stond ik gewoon weer in de coffeeshop een beetje bij te werken, weet je wel. En ben ik er wel goed weer uitgekomen natuurlijk. Maar dat is allemaal te maken met dat je, zeg maar, je hebt op een gegeven moment dan iets, komt binnen. En dan zijn we gauw geneigd om te denken van, oh, het is er en je gaat er naar leven. Mm-hmm. Je moet juist vooruitdenken dan. Mm-hmm. Wat is de volgende stap? Mm-hmm. Als jij dan nu weer terug zou gaan, hè, in die periode, dat je wat meer, voor corona dus, hè. Ja. Dat je wel nog als influencer zijn al die opdrachten kreeg en zo, dat het wel lekker binnenliep. Wat zou je nu financieel anders doen?
dan als je, dan je destijds deed? Om in corona dus niet in dezelfde situatie te belanden. Ja, nou, sowieso is het handig om een buffertje op te bouwen. Maar ik denk dat het voor iedereen wel een goeie is. Ja. Probeer ook een beetje te sparen. Maar investeren is ook goed. Maar ja, waar ga je in investeren als je jong bent, weet je wel? Je bent nog helemaal in je ontdekkingsreis. Dus je moet er nog achter komen waar je goed in bent, waar je een mogelijkheid in ziet. Ja, waar ga je in investeren als je jong bent? Maar ja. Dus ja, ik zou gewoon verstandig met je geld omgaan. Ja, ik ben ook niet iemand geweest die heftig uitgaf of zo, hoor. Dus ik ging niet bij die coffeeshop werken omdat ik aan de straat stond. Ik ging er gewoon werken omdat ik gewoon, er moet gewoon gewerkt worden. Ja. Dat is het gewoon. Het was niet omdat ik blut was, maar het ging erom dat, oké, mijn werk valt nu weg. Ik moet nu wel doorgaan. Ik ga nu niet van mijn buffer leven. Nee, niet achterover hangen. Nee, dat bedoel je niet achterover hangen. Moet gewoon doorgaan. Ja, wat zou ik jongeren meegeven? Gewoon focus. Ik denk gewoon dat het te maken heeft met gewoon je tijd goed investeren. Zodat je er ook gewoon zo snel mogelijk achter kan komen waar je kansen liggen, weet je wel? Ja, man. Kijk, tuurlijk, je moet ook wel een beetje genieten als je jong bent. Maar één keer in het weekend moet wel genoeg zijn, denk ik, toch? Ik denk als je 3 dagen per week naar de kloten gaat en alleen maar op pad bent. Ja, dat zijn allemaal wel kostbare momenten, weet je wel? Mm-hmm. En dan kan je, dat zijn ook dingen, de tijd die je in jezelf kan investeren om erachter te komen waar uiteindelijk die mogelijkheden liggen. En waar je uiteindelijk ook weer je geld in kan steken. Helemaal wat je zegt, je stelt dezelfde vraag van, hey, waar moet je in investeren als je jong bent? Maar ik denk gewoon het enige waar je echt in moet investeren als je jong bent, is gewoon in jezelf, man. In jezelf, in tijd, ja. In mensen, heel belangrijk. Ik ben niet gekomen waar ik nu ben als ik niet al die mensen om me heen had, man. Nee. Al die mogelijkheden die ik kreeg, dit is allemaal gekomen omdat ik altijd met de juiste persoon op dat moment was. Van heel veel mensen leer. Je raakt in contact met mensen die waar je van kan leren. Dus, dat is ook heel belangrijk, man. Goede mensen om je heen. Waar we het van tevoren die podcast ook even over hadden, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je zegt net van, het punt gekomen waar ik nu ben. Mm-hmm. Een van de hoogtepunten die je bereikt hebt in de laatste periode, denk ik, is de Men's Health shoot. Ja. Hoe was dat voor je? Ja, dat was, we hadden het net al even met z'n drieën over. Ja, dat is wel gewoon een kleine jongensdroom van mij, man. Ik weet nog heel goed dat ik bij mijn vader op zijn nachtkastje altijd van die fitnessbladen zag liggen. En dat was dan een bodybuild blad, maar ook een mensheld. En dat was eigenlijk mijn allereerste aanraking met naakte mannen. Ja, dat in mijn vader's slaapkamer. Ik dacht, ik maak hem nog maar even een keertje. Ja. Maar nee, dat was... en ik speelde altijd met Action Man Pop en Dragon Ball Z. En je kent het allemaal wel. Dat was onbewust was dat altijd een soort van beeld voor mij van wow. Dat ziet er wel. En ik keek naar Hercules en zo, weet je wel. Dat was dat esthetische lichaam van een man. Dat dacht ik wel altijd van, dat straalde voor mij al echt dat mannelijk uit. Weet je wel. En dat was eigenlijk, later dacht ik er pas aan terug van, dat was eigenlijk, want ik ging wel eens afvragen van, waar is nou dat hele sporten vandaan gekomen, weet je wel. Ja, tuurlijk, ik keek ook naar mijn vader, die was altijd van trainen. Maar ook dat, man, is echt onbewust bij mij ingeprint van, daar keek ik naar op, zeg maar. Dat dacht ik van, wow, dat wil ik ook. Dus toen mijn hele fitness journey begon, was dat wel gelijk al iets in mijn hoofd van, dat zou wel lijp zijn als ik dan ook die mensen had zou kunnen pakken. En ik heb heel lang met ze gezeten. Ik heb een keer gesprek gehad toen ik 18, 19 was. Dan zou ik eigenlijk de jongste worden, omdat dat toen dat moment was dat ik die transformatie had gemaakt. Mm-hmm. Oh, en dat ja, was misschien dan wel een tof idee voor de mensheld. Maar toen vonden ze me te jong en dat begreep ik ook wel. En toen heb ik eigenlijk meerdere keren wel eens met ze gezeten. Waren er momenten dat ik dacht van, ik zou het nu kunnen. Is nu niet een mooi moment. Elke keer niet van gekomen. En op een gegeven moment had ik het een soort van losgelaten. Van, weet je wel, skip het wel. Want werd ik een beetje gefrustreerd van, waarom willen ze me niet? Weet je wel. Maar op een gegeven moment dacht ik van, weet je, het komt vanzelf wel. Ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig ben. En wat ik net ook al zei, weet je, dingen moeten op het juiste moment gebeuren. Mm-hmm. Ik heb nu gewoon heel tof, ik heb gewoon een mooi verhaal nu kunnen vertellen als interview, weet je, natuurlijk met mijn hele heftige jaar, met het ongeluk en mijn ziek zijn en Special Forces. Ja, het is gewoon een mooi moment om die cover te gaan doen. En toen werd ik gebeld van, we willen even met je bakje koffie drinken. Ik, tuurlijk. En hebben we het gedaan, man. Dus het was wel voor mij een hele erge mijlpaal. Ja, man. En heb je dan ook een bepaald contactpersoon met wie je altijd hebt gezeten, gewoon een mensheld? Dat het gewoon één persoon was met wie je altijd contact had, of was het Toen destijds had ik een manager die nog steeds de manager is van mijn vader, maar dat was toen ook mijn manager. Maar ik heb nooit gevraagd om een manager. Ik kreeg in één keer een manager. Dat was mijn manager. En later ben ik het even zelf gaan doen en ik heb wel nu. Fijn, hè? Ja, dat is wel lekker. Ja. Later ben ik het zelf gaan doen en toen op een gegeven moment nu heb ik iemand weer erbij en voor het laatst heb ik niet altijd met één iemand contact gehad. Dat was altijd via. Ja, en heb je dan inderdaad
van mensen helpt, is dat gewoon inderdaad van oké, ze vraag je en je komt erop. Of krijg je daar bijvoorbeeld ook weer geld voor? Nee, mensheld is wel echt vrijwilligerswerk hoor. Ja, maar dat doe ik ook heel graag hoor. Ja, nee, dat geeft jou ook heel veel publiciteit. Precies. Hè? Dat ook weer goed. Nee, natuurlijk. Het is gewoon, het is gewoon wel het blad van het fitnessblad, zeg maar. Waar je op wil komen. En als je dat hebt behaald, dan heb je wel iets goeds gedaan, zeg maar. Ja. Dus dat was voor mij een hele erge erkenning. En het past goed bij mijn business, weet je wel. Kijk, ik ben nu bezig met een online coaching business en met challenges. Ja, gewoon goed visitekaartje. Als het blad uitkomt, dan kort daarna gaan we de volgende challenge lanceren. Dus het is gewoon een mooi promo-moment ook. Dus, ja. Wanneer komt die, wordt die gepubliceerd? Over 2 weken. Ik weet niet wanneer dit online is, maar in ieder geval september. En dan oktober gaan we weer een nieuwe challenge doen. En in het nieuwe jaar zijn we mee op de achtergrond bezig om echt die online coaching dan te hebben. We zijn echt bezig met een app en zo, dus het wordt wel groot. Ziek, hoor. Ja, wordt wel dik, maar er zit veel werk in. Maar ik hoop dat in het nieuwe jaar rond te hebben. Ja. Maar het zijn mooie plannen, man. Ik ben met veel vette shit bezig. Ik ben eindelijk, zeg maar... ik zit gewoon echt in een goede flow, man. Je bent momentum, man. Ja, maar ik ben nu echt gewoon in mijn prime, man. Ik mensheld. Ik ben sinds kort voor Boulevard ook aan de slag als sportdeskundige. Mag ik mooie items voor maken. Net de nieuwe reality-serie online met de familie weer. Gewoon leuke dingen, man. Gewoon in een goede flow. Ja, man. Ja, man. En als je dus kijkt naar... Ik ben nog wel een beetje benieuwd naar van vroeger dan als... je zei net bijvoorbeeld, dan werd €50.000 aangeboden aan je... om dan iets te doen waar je dan geen zin in hebt, om zo te zeggen. Omdat je het niet jezelf zo wil presenteren. Heb je dan ook vaak dat je een bepaald bedrag krijgt... en dat je nog even gaat onderhandelen? Dat je denkt van, misschien zit er nog wel meer in. Tuurlijk, onderhandelen doen we altijd. Altijd, tuurlijk. Onderstuit kan dan. En heb ik ook een hele goede manager voor, hoor. Dus dat is wel fijn dat je dat niet zelf hoeft te doen. Ja. Maar, tuurlijk, we zijn nog steeds jongens van Amsterdam, toch? Ja, dat gewoon onderhandelen mee. Natuurlijk. Maar dat is gewoon uiteindelijk ook het ondernemen, toch? Mm-hmm. Dat hoort er wel bij, tuurlijk. Toch? Ja, tuurlijk. Dat besteed je dus wel uit aan je manager. Je manager weet toch gewoon goed van welke prijzen gevraagd worden. Ja, daar heb je die manager voor natuurlijk. Kijk, die krijgt er natuurlijk ook een percentage voor. Dus het is aan diegene de taak om daar het meeste aan voor zichzelf ook uit te halen. Dus, zijn eigen brood. Ja. Zijn eigen brood. Ja, tuurlijk. Ja, dus die haalt ook wel wat voor uit als dat betere bedragen zijn. Ja, als die hem hoog inzet, dan pakt hij zelf ook meer. Dus dat is het fijne van de manager. Dat hoef je niet zelf te doen. Maar kijk, tuurlijk heb ik wel... Ik bespreek dat wel samen met diegene, dan weet je wel. Kijk, als ik gewoon zeg van ja, luister, dat vind ik het niet waard of zo, weet je. Ja, maar ik heb nog wel enigszins nog wel zelf inspraak ook in. Maar het gaat vaak goed. Dat is belangrijk, toch? Dat is belangrijk. Man. En hoe gaat je vader er nu mee om mee? Dat zijn 2 zoons nu... eigenlijk ook fucking bekend zijn, lekker aan het gaan zijn. Mijn vader die leeft altijd zijn beste leven, man. Ik zeg altijd, he's living his best life. Altijd. En hij is trots, man. Hij is natuurlijk... Ik ben daar nu ook anders naar gaan kijken. Vroeger vond ik het soms wel jammer dat hij bijvoorbeeld bij bepaalde dingen niet aanwezig kon zijn. Mijn vader was altijd heel veel weg. Maar kijk, besef, mijn vader die doet dit al langer dan 30 jaar, hè. Vader is 64 en die zit nu eigenlijk op de prime van zijn carrière. Ja, dat bijna een miljoen volgers op TikTok. Bijna een miljoen volgers op TikTok inmiddels. Meest geboekte artiest van Nederland al een paar keer achter elkaar. Echt waar, joh? Ja, in zijn genre wel. Oh. Is hij gewoon een van de meest geboekte artiesten. Maar besef dat die carrière die begon al langer dan 30 jaar geleden. Mm-hmm. En daar is denk ik ook wel echt een soort van diezelfde mindset gekomen. Mijn vader is echt een lijpe doorzetter ook. Waar hij ook heel veel... in die 30 jaar totaal niet serieus is genomen. Als die man met de gele zwembroek en een beetje de Polonaise zanger, weet je wel. Kijk, mijn vader is nooit, zeg maar, tussen de toppers gekomen... dat die arena's uitverkochten en zo. Nee. Als René Vroeger en noem het allemaal maar op. Maar mijn vader is altijd consistent geweest. En die plukt nu de vruchten er, zeg maar, vanaf, weet je wel. Op 64-jarige leeftijd, hè. Gewoon in elke flow mee kunnen gaan. Zoals nu bijvoorbeeld een TikTok... waar al die andere artiesten dan weer wegvallen en zo. Ja, en het gewoon supergoed doen. Ze gehaktballen bij de Jumbo hebben. En mijn vader is overal, man. Ja, man. En dat is, en ik weet gewoon natuurlijk dat hij dan mega trots is. Dat hij dan, omdat hij natuurlijk van ver is gekomen qua carrière-wise. Dat hij dan nu 2 jongens naast hem heeft staan. Die ook wel gewoon wel hun ding doen. En als familie zijnde dat we dan tot elkaar kunnen komen. En dan reality-series kunnen doen. Dus is gewoon vet om te zien, man. Ja. Ik ben ook gewoon benieuwd hoe we daar later weer op terug gaan kijken, weet je wel. Dat ook met die kids gewoon later gewoon even al die reality series aankomen. Dat we dan denken van dat is wel daar allemaal begonnen of zo. Ja, het gaat nu allemaal zo snel.
Dat is wel mooi eigenlijk aan jouw leven, dat je heel veel dingen gewoon kan terugkijken. Je hebt alles vastgelegd, man. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, soms verwacht ik het wel eens, hoor, die reality-series. Dan beginnen we aan zo'n serie en dan denken we van, oh ja, superleuk, weet je wel. En het verdient natuurlijk ook en dan gaan we het doen. En maar dan als we bezig zijn met draaien, jongen, denken we elke keer weer van, waar zijn we weer aan begonnen, weet je wel. Maar dan achteraf kijken we het weer en denken we, ja, dat is toch wel weer leuk voor in het archief, weet je wel. Ja, snap ik wel, man. Maar hoe werkt het dan, hè? Want je zegt van, oh ja, aan de ene kant van tevoren leuk, daarna weer wat minder leuk. Ja. Waarom is het dan bijvoorbeeld op een gegeven moment wat minder leuk? Omdat er constant de druk erop zit of zo? Ja, kijk, weet je wat het is? Als jij, we hebben nu inmiddels al, 8-7 seizoenen gedaan. Zo. En kijk, begrijp me niet verkeerd, hè? Want hoe leuk is het dat je gewoon met je familie iets kan doen, je verdient er wat mee en je maakt gewoon leuke televisie. Dus het is gewoon leuk, hoor. Ja. Maar ik bedoel van, als we dan bijvoorbeeld filmen en we komen ergens een restaurant binnen en ze vragen, ja, kan de muziek hier even uit? En dan zetten ze zo'n kutlamp aan en dan zit je midden in een restaurant en al die mensen kijken ernaar. Dus af en toe voel je je wel eens even een beetje opgelaten, weet je wel. Ja. Dus en het is veel wachten en het brengt ook wel de nodige wrijving met ze mee, weet je wel. Want kijk, met je familie filmen is leuk, maar als je soms de hele dag met je familie bent, kan ook soms wel eens een beetje frustrerend zijn, natuurlijk. Ja. Dus, maar het heeft meer leuke momenten, hoor, zeker weten. Maar op dat soort momenten denken we wel eens van, jezus, waar zijn we weer aan begonnen? Ja, en je hebt ook natuurlijk momenten waarin het dus minder leuk is, dat je misschien discussies hebt of ruzies een beetje. Tuurlijk. Maar dat gaan ze ook gewoon filmen en dan publiceren en zo. Ja. Is het gewoon iets wat je van tevoren ook met elkaar hebt afgesproken? Van ja, jongens, als dit gebeurt, dan gaat het ook online? Nou, kijk, als er echt iets zou gebeuren waar iemand het echt fel in tegen is, dan doen we dat niet. Maar ja, het zit zeker wel 95% in van wat we ook gewoon echt doen. Weet je, het is geen acteren. Het is wat we zeggen, is wat we zeggen. Kijk, we hebben wel een soort van planning in die dag van, we gaan hier naartoe, we gaan daar naartoe. Mm-hmm. Dus er is wel... Niet geregisseerd, maar er is wel iets afgesproken. Maar wat we zeggen en wat we doen op dat moment, dat is gewoon on the spot. Ja, dat is reality natuurlijk. Ja. Zou jij dat ooit... Een reality show? Eigen reality show. Reality show. Nou, ja, nee, weet ik echt niet, man. Ligt echt aan met wie en ook een beetje qua verdiensten, denk ik, is ook wel belangrijk om naar te kijken. Zeker niet onbelangrijk. Nee, dus ja, weet ik niet, man. Jij? We zijn nu, Jaro en ik hebben onze eerste vlog opgenomen. Ja, dat wil ik ook gaan doen, man. Dat is wel grappig. Ja. En toen gingen we naar Dar Stormson, is een business coach. Gingen we daar 2 dagen, kregen we een training. Ja. En we willen natuurlijk een beetje gerelateerd houden met ondernemen. Weet je, want daarvoor kijken de meeste mensen ook naar de podcast, weet je, van dan willen ze wat uithalen qua inspiratie, motivatie of misschien qua ondernemerschap, qua mindset. Ja. Dus toen kwam dat idee, ja bro, ja, wij doen ook maar iets. Ja, wij doen maar iets. Improviseren, ja, toch? Een beetje improviseren. Ja, maar soms denk ik ook wel eens van, wat is hier leuk aan, weet je wel. Maar ja, dan vragen ze in één keer weer, ja, we willen nog een seizoen doen, want het scoorde supergoed, weet je wel. En bijvoorbeeld in die serie nu ook, dan loop ik in de supermarkt en dan vragen ze van, ja, we willen je vandaag even volgen dat je naar de supermarkt gaat. En dan denk ik, ja jongens, wat de fuck is hier leuk aan? Maar blijkbaar vinden mensen het leuk om dat te kijken. Het is een beetje een soort van, ja, makkelijke televisie noemen ze het ook wel, toch? Het kijkt lekker weg, blijkbaar, voor mensen. En zo speciaal vind ik me soms niet. Maar de mensen vinden het dan leuk om dat soort momenten juist te zien. Ja. Dat is een beetje het vage aan reality, zeg maar. Ja, het is ook wel zo dat bijvoorbeeld met podcasts de vragen om het gewoon te zeggen, maar hoe zit je dag nou precies uit? Ja. Vinden mensen ook super interessant. Ja. Ik had laatst ook, wat jullie zeggen over die vlogs, ik had laatst ook in mijn story, had ik ook van, wat zouden jullie anders willen zien van de podcast? En wat zou je juist meer willen zien? Gaven ze ook precies de dingen aan die jij aangeeft van waarvan je denkt, ja, wat doe je op een doodnormale dag? Ik zeg, ja, gewoon achter mijn laptop zitten en gewoon uren maken. Ik denk gewoon, het is het echtheid, toch? Mensen kunnen zich herkennen erin. Want ja, iedereen loopt een keer in de supermarkt. Ja, iedereen heeft een keer een ruzietje met zijn broer of noem het allemaal maar op, weet je wel. Dus dat zijn juist momenten die mensen willen zien. Achter de schermen. Daar kunnen ze zich denk ik ook een beetje mee relaten. Want ze zien natuurlijk alleen een podcast of een reality of een iets anders. Maar in zo'n reality show, dan komen ook de dingen die je, als je naar de supermarkt gaat en gaat kijken, want ik heb dat gezien van hoeveel vet er in die snoepen zit. Voor die mensen helpt, dat vinden mensen interessant, daar gaan ze goed op, omdat ze ermee kunnen relaten van, hey, oké, als ik in de supermarkt loop, ga ik ook even kijken of die snoepjes kan vinden. Ja, wel gelijk een berichtje van Autodrop gaat. Ja? Ja, samenwerking. Wie weet, ik zei het, dat kunnen we doen, toch? Ja, grappig, ja. Autodrop, geweldig. Ja. Kijk je dan ook heel vaak op de achterkant inderdaad voor de ingrediënten, voor wat ik daar toen aan het doen was, ik had die Men's Health Shoot en ik zat in mijn peak week, dus ik was aan het carbloaden. Dus het klinkt misschien heel ingewikkeld voor mensen, maar dat is dus zeg maar koolhydraatladen. Je wilt op die shoot, wil je zeg maar je spieren op dat moment zoveel mogelijk naar
naar buiten hebben. En dat met dat snoep, dat auto erop, dat heeft heel... Het is allemaal, het lijkt nou net als een reclame maakt fout erop. Maar er zit geen vet in en veel carbs. En dat moet je op dat moment eten. Want dan ben je opgepompt. Er zit een hele materie achter. Bodybuilders doen dit ook, voordat ze het podium op gaan. Ja. Dan gaan ze zeg maar de week ervoor gaan ze heel laag in koolhydraten zitten. Mm-hmm. Omdat je vetpercentage laag is, je glycogeenvoorraad is helemaal leeg. En op het moment dat je het aanvult... gaat het als een spons gelijk in je spier. Ja, man. En dat doen bodybuilders ook als ze het podium opgaan. Shotje vodka erbij. Shotje vodka erbij voor de doorbloeding, zeg maar. Dan gaan je aderen openstaan en dan pompen. Ja, ik zie het. Heb je ook vodka uit je shotje gedaan? Ja. Maar dit is alleen als je vetpercentage laag is. Die mensen moeten nu niet denken, ik ga even naar het strand. Ik ga even snoep vreten en vodka zuipen en dan komt het vanzelf. Nee, dat is niet het geval. Ja. Het werkt alleen als je op dat moment heel depleted, zeg maar, bent. Ja, wel interessant, man. Maar inderdaad, ik... Wat je net zegt, van ja, mensen houden wel van gewoon zien hoe je dagelijks leven eruit ziet. Ja, ik vind het ook wel vet inderdaad. Van ja, Donny loopt in de supermarkt rond. Kijk je op de achterkant van die etiketten, ja of nee? Ja, maar dat doe ik niet bij alles dus. Doe niet bij alles. Nee, maar ik heb dat nu. Ik kijk ook altijd op die achterkant, want ik eet dan een plant-based diet. Van wat zit er allemaal in? Ja, bepaalde producten wil ik niet in hebben. Ja. Weet je, als ik iets ga kopen, bijvoorbeeld tortillas. Ja. De ene zit er 30 ingrediënten in, de andere 3. Ja. Snap je? Dan kies ik voor die 3 in plaats van die 30. Ja. En dat is wel leuk, want je hebt nu ook zo'n Instagram-account... voeding, beetjes of zo. Ja, zo'n kleine promo voor hun dan gelijk. Ja. Maar die laat allemaal zien in de supermarkt van... oké, dit moet je wel kopen, dit moet je niet kopen. Dit is goedkoop, dit is niet goedkoop. Dat soort dingen. Ja. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Ja, ik vind dat wel leuk om te weten. Ja. Ik ga er wel op aan. Handige weetjes. Weet wat je eet ook, hè? Ja, ja. Precies. Dus ik ben nog wel benieuwd met jou, met je broer, met je pa. Hoe is jullie band eigenlijk altijd gewoon geweest? Is het altijd hecht geweest? Is het zo dat jullie altijd met z'n drieën gewoon soort van eenheid vormen? Of is, want zo lijkt het wel. Nee, dat is, zo is het dus niet. Nee, daar moet ik wel zeggen. Kijk, wij staan altijd gewoon voor elkaar klaar. Wij zijn gewoon, we houden onvoorwaardelijk natuurlijk van elkaar. Nou moet ik je wel eerlijk zeggen dat mijn vader en mijn broer wat meer op elkaar lijken. En ik lijk wat meer op mijn moeder. Qua ook interesses. En voor mijn vader en mijn broer, die hebben wel zelfde muzieksmaak en... Ja, in de tijd dat mijn broer nog soop, toen ging hij ook vaak met mijn vader uit eten en dan gingen ze wijntje drinken. Ja, ik was natuurlijk vaker in de gym, dus ik was daar minder te vinden en zo. Dus hun hadden wel wat meer gemeenschappelijke dingen, zeg maar. Maar het is niet dat wij natuurlijk elke dag met z'n drieën zijn, want we, in die serie komen we samen. Ja. Maar wij hebben zeg maar 3 hele andere carrières. Mijn vader is zanger en mijn broer die is DJ en ik doe mijn ondernemingen, weet je. Dus dat gaat allemaal een hele andere kant op, zeg maar. Maar wij staan altijd voor elkaar klaar. En wanneer we met z'n drieën zijn, lachen we en huilen we samen. En we doen alles samen, zeg maar. Maar het is niet dat we als 3 musketeers door het leven dansen, dat zeg maar. Se. Nee, dat niet. Nee. Oké, duidelijk, man. Ja, maar wel een hele goede band. Zeker. En het is altijd zo geweest, ja. Mm-hmm. Ja. Mooi. Ja. Heb jij nog... Ik ben wel benieuwd op het stukje de online coaching. Om daar nog even op terug te pakken. Want veel ondernemers luisteren hier natuurlijk ook naar. Je hebt wanneer was die challenge ook weer precies? Heb ik in april gedaan. Ja, in april was die challenge. Nu gaat er online coaching bij komen. Ja. Wat zijn echt dingen die je ten opzichte van de eerste challenge gedaan hebt, die je nu anders gaat doen om het platform nog groter en beter te laten worden? Nou, het is best wel een hele constructie natuurlijk. Want kijk, die challenge is simpelweg, je biedt wat aan. Hè? Dus een aantal schema's en een paar tools. Ja. En op het online coachinggebied wil je mensen echt coachen. Dus gewoon, het is niet alleen een soort traject wat je ze voor 8 weken aanbiedt. Maar je wilt ze echt begeleiden naar een bepaalde lifestyle toe. Mm-hmm. Dus ja, daar zit gewoon veel meer achter, weet je. Wekelijkse check-ins. Dan heb je gewoon die schema's die moeten up-to-date zijn, weet je. Dus als je iemand een schema gaat geven voor 8 weken om af te vallen. Mm. Ja, als hij dan eenmaal 5 kilo is afgevallen. Ja, dan moet je niet datzelfde schema blijven volgen. Dan moet je iets maintainen. En dan moet je iets wat daarop aanpast, zeg maar. Dus dat moet een bepaalde constructie hebben. Dat altijd vloeiende is, zeg maar. Dus we zijn echt. Ik ben met developers bezig met best wel echt een serieuze app. En ik heb een hele goede aan mijn schoonvader. Die is ook een hele kundige man op dat gebied. Dus die ondersteunt me hierbij. En ik ga mezelf hard maken om dat in het nieuwe jaar naar buiten te brengen. Maar het kan ook zijn dat ik misschien iets langere tijd nodig heb. En niet te overgehaast dingen doen ook. Maar haastenspoed is zelden goed. Precies. Zeggen ze. Dus daar zit wel veel meer haken en ogen aan. Man. Maar daar zit ik nu middenin. Dus heel veel daar heb ik ook nog niet echt over te vertellen. Ja, precies. Ja. En hoe zie je dat zeg maar in de aankomende jaren voor je?
Hoe gaat dat allemaal zich ontwikkelen? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Als ik een glazen bol had, dan had ik je het allemaal heel haarfijn uitgelegd. Maar ik ben wel iemand die... Ik plan wel, maar ik leef ook heel erg per dag. Ja. Ik leer elke dag nieuwe dingen. En dat leidt me dan ook weer tot nieuwe acties die ik onderneem, zeg maar. Dus ik weet niet, man. Ik zit gewoon nu op een heel lekker spoor. Ik heb een vooruitzicht. Ik heb een goede, heldere visie nu. En ik laat mezelf ook een beetje leiden, man. Mm. En ik denk dat wel gewoon een... sinds ik dat doe, gebeuren dingen ook heel juist, zeg maar. Dus ik hou me daar op dat spoor, zeg maar. Hou je dat momentum vast, zeg maar? Ja, weet je, kijk, het is... Je moet ook van de reis genieten, weet je. Want ik denk als je alleen maar te erg bezig bent van... Oké, ik moet daar naartoe. Hey, het is goed, hè. Je moet zeker een plan voor jezelf maken... en een visie voor jezelf creëren. En dan heb je ook een goed uitgangspunt. Maar ik denk als je het zelf te erg aan vast gaat houden... vergeet je soms ook wel eens even van dingen te genieten... die er op dat moment gebeuren. En zoals nu, weet je wel, gebeuren gewoon hele mooie, vette dingen in mijn leven. En daar probeer ik ook gewoon van te genieten. En dan komt de rest vanzelf wel. Ja, bij jou, het is ook wel interessant inderdaad wat je zegt met de verschillende series waar je aan hebt meegedaan. Dat zijn niet per se momenten waarvan je kan zeggen van... Tuurlijk, ik kan wel zeggen van oké, ik wil aan de Expeditie Robinson meedoen bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me fucking vet. Ja. Maar het gaat geen doel voor mij zijn. Zeg maar. Nee. Dat is iets wat op een gegeven moment voorbij komt, weet je wel. En Dat soort dingen gebeuren. En je hebt dan bijvoorbeeld met Special Forces VIPs is bijvoorbeeld langsgekomen. Maar daar heb je wel of kunnen verder bouwen, weet je wel. Wat je nu ook hebt met Mensheld. Daar kan je weer op verder bouwen. Dus ik denk dat het jouw kracht is om snel te kunnen schakelen in het moment. Omdat er bepaalde kansen langskomen. En daar kan je snel op inspelen. Waardoor je weer die momenten verder gaat uitbreiden. En daarom waar we het net over hadden. Weet je wel, je bent je eigen merk. En dat is ook gewoon iets wat een dagelijkse taak voor mezelf is. Weet je wel. Kijk, social media, het ziet er allemaal wel makkelijk uit. En ik bedoel van, het is ook niet de zwaarste baan van de wereld. Maar ik bedoel van jezelf blijven ontwikkelen, zeg maar. En je content daarop aanpassen. Wat ook weer voor je business goed kan zijn. Die ideeën, die moeten wel blijven komen. En het moet er ook wel... Die content moet er ook komen, snap je? Dus dat is ook iets waar ik gewoon dagelijks mee denkende ben. Van oké, bijvoorbeeld zo'n mens als, weet je wel. Ja, dan moet ik me nu daarop richten. Want dan kan me weer naar het volgende level brengen, weet je wel. Ik ben nu bijvoorbeeld heel druk met receptenvideo's bezig. Scoren supergoed. Ja. Er komen weer leuke samenwerkingen uit met bijvoorbeeld een HelloFresh. Ik noem maar wat, weet je wel. Mm. Nou ja, dat zijn allemaal beginideeën. Wat uiteindelijk leidt naar die juiste kansen, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat dat ook gewoon... wat je zegt van... Wat is het volgende plan? Ja, ik ben gewoon met morgen bezig, man. Hoe ga ik morgen weer goed kunnen leveren... om uiteindelijk weer het stapje verder te kunnen zetten? Ja, en uiteindelijk valt dat gewoon allemaal samen door de acties die je uitvoert. Ja. Ik ben wel ook benieuwd naar dat stukje content creatie... en het bij bezig blijven met je ontwikkelen van je eigen merk. Denk je daar... Je hebt natuurlijk managers en mensen die daarin meedenken... maar heb je ook een sparringspartner van... Je gaat natuurlijk ook goed met Joël Beukers om. Ja. Heb je mensen in je omgeving waar je dat soort ideeën mee kan bespreken? Of is dat puur je team aan zich? Dat doe ik wel echt met mijn team. Omdat zeg maar... kijk, tuurlijk, als ik een tip nodig heb, kan ik altijd bij Joël aankloppen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat hij een heel andere niche zit dan dat ik dat zit. We hebben wel dan sport gelijkbaar. Maar hij heeft een heel andere doelgroep als dat ik dat heb. Mm-hmm. Mijn is misschien eerder wat vrouwelijker als dat van hem, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb ook wel mannen volgers, hoor. Maar het... percentage is best wel groot. Wat is een percentage? Ja. Denk van mijn volgers 70% vrouwen. Echt? 30% man. Ja. Dus ja, dat is soms wel eens moeilijk, weet je wel. Dat je dan een beetje moet denken van ja, het moet wel gangbaar voor iedereen, zeg maar, zijn. En dat bijvoorbeeld ook met die challenge die ik dan gelanceerd heb. Kijk, Joël bijvoorbeeld ook de Goud Droog Challenge. Maar dat is wel echt een beetje voor de die-hard mannen die gewoon met sixpack op het strand willen lopen. En dat ben ik zelf ook. Maar ik moet natuurlijk ook denken aan vrouwen. Dus ik heb gewoon net een andere vorm gegeven. En het is meer gericht op de beste versie van jezelf zijn, weet je wel. Maar waar ik mijn ideeën mee bespreek, mijn vrouw, man. En ik heb een manager, mijn broer. Ja, dat zijn echt wel mensen waar ik gauw bij aanklop als ik hun mening over een idee wil horen en hoe hun daar in tegenover staan, man. En hoe doe je dat inderdaad dan met het ontwikkelen van producten, zoals een cursus, zoals inderdaad zo'n challenge? Je moet dan rekening houden met beide. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, als je zegt bijvoorbeeld 70% vrouw, we hebben bijvoorbeeld ook qua luisteraars zitten we op 80, 85% man.
Ja. Ja, we hebben ook een evenement georganiseerd, het heet Men of Substance. Mm. Waar vrouwen zijn ook zeker, mogen ook zeker komen. Ja. Weet je, alleen het was wel gericht op mannen, omdat we wel weten. Ja, van, ik denk dat nu ook niet weinig. Ik denk dat nu ook weinig vrouwen luisteren naar Hard Times United Show podcast aflevering. Luister, hier lopen 650 mannen rond. Ja. Maar we liepen er net even doorheen. Het is één groot testosteron ronde. Nou, ik kreeg ook veel reacties hoor, toen ik even postte dat ik hier was. Ja, maar waarom dan geen vrouwen? Vooral mij niet. Staan, weet je wel. Ja, sorry dames, vandaag even niet. Ja. Precies. Ja. Maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, want eigenlijk kan jij best een product maken wat gewoon alleen is voor vrouwen. Ja, ja. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, je moet uiteindelijk ook wel dingen doen die gewoon echt bij jezelf liggen. Ja. Kijk, dus ik heb bijvoorbeeld ook wel eens met The Grind heb ik merchandise online staan. Ik heb trainingspakken, ik heb t-shirts. Nou, ik dacht van, weet je, ik ga eens een keer ook wat proberen voor vrouwen te doen. Nou, had ik een ladies set. Ja, dat gaat niet geweldig. En dan denk ik ook wel echt van, hè, hoe kan het nou, weet je wel? 70% vrouwen, maar ja, die ladies set, die lopen dan weer op een of andere manier. En ik denk toch dat het dan weer te maken heeft, omdat het niet jij is, weet je wel. Ja, ik ben geen vrouw, dus ik moet ook geen vrouwenkleding dan gaan ontwikkelen. Maar ik wilde wel iets bieden voor ze natuurlijk, om ze niet het gevoel te geven dat het alleen maar voor mannen is, snap je? Mm-hmm. Dus ja, dat is ook een beetje experimenteren, toch? En dan kom je achter, wat past wel, wat past niet. Ja, dat eigenlijk. Ja, man. Best wel logisch. Je hebt soms wel eens van... Van die vrouwelijke, laat zeggen gewoon vrouwen die hebben dan heel veel volgers, maar mannelijke volgers. Ja. En dan gaan ze dan per se gaan ze wat aanbieden, zoals een bikinilijn of zo. Ja, dan is het logisch dat dat niet gaat werken. Nee. Omdat 90% man is, zeg maar. Hoe ga je dat ook verkopen, weet je wel? Ga je hem zelf aantrekken? Ja. Dat is een beetje gek natuurlijk. Precies. Maar je ziet dus wel eens dat wanneer zij dan bijvoorbeeld koptelefoons gaan verkopen... Ja. Voor het gamen, dat super viraal gaat. Ja, en ik heb dat bijvoorbeeld nu ook met mijn... ik deel heel veel receptencontent op mijn Insta. Ja, dat is vet. Dat gaat echt super hard. En dat is bijvoorbeeld weer heel herkenbaar, ook voor vrouwen natuurlijk, weet je wel. Dus dat was wel... ik ging op een gegeven moment goed kijken van, weet je... Ik moet content kunnen leveren voor iedereen, zeg maar, weet je wel. Dus toen kwam het recepten-idee naar voren en het scoort heel goed. Nou ja, kijk, als je daar een kookspreetje erbij kan voegen... ja, dan heb je ook weer een product wat erop kan aansluiten, weet je. Dus zo kan je weer een bepaalde kant op. Maar dat zeg ik, het is experimenteren en dingen uitproberen... om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Ja, man. Zijn er nog dingen, zeg maar, die jij misschien qua content... of ook, kan ook qua producten zijn, wat jij nog echt graag wil doen... waar je nog in wilt ontwikkelen, zeg maar... bepaalde producten of iets wat je qua content wil maken, wat je nog niet hebt gedaan. Qua producten weet ik niet echt. Ja, we zijn wel bezig met dan een keer iets uit te proberen wat aan kan sluiten op die receptenvideo's, weet je wel. Zoals bijvoorbeeld een kookspray of whatever. Maar ik heb niet echt, een hele productenlijn of zo, weet je. Ik ben me nu zo druk bezig met die online coaching. En ik denk dat daar gewoon heel veel uit kan ontstaan, weet je wel. Daar kan je ook weer allerlei dingen op aansluiten. Dus ik ben nu vooral daar mijn focus op aan het leggen. En ik zie het wel, man. Heb je al een community ook? Ja, zeker, man. Ja, nee, die pagina, die Insta, die hebben wel 15.000 volgers, weet je wel. En daar heb ik nu ook een team sinds kort opgezet. Omdat het wel moeilijk is om en die Insta te onderhouden en je TikTok. Zo, en dan ook nog de Grind pagina. En het is best veel eigenlijk. Dus ik heb er nu een team bijgenomen die me daarbij ondersteunt voor de Grind, zeg maar. En dat loopt nu lekker, man. Ja, dus en die challenges, dat doet ook veel, weet je wel. Kijk, bij die challenge heb ik bijvoorbeeld ook wekelijkse livestream met een bijpassende gast. Ja. Dus dan de ene keer heb ik een keer Erik Wegewijs erin gehad, de andere keer mijn broer en bepaalde gewoon over bepaalde topics. Nou, en dan krijg je ook weer dat community gevoel, kunnen mensen in mee chatten. Dus die community is goed bouwende, man. Netjes, man. Ja, netjes. Thanks. Mooie dingen. Ja, er komen veel leuke dingen aan, jongens. Leuk, man. Ja. Leuk om je ook gesproken te hebben. Ja. En je moet zometeen ook trainingen gaan geven, heb ik gehoord. Ja, met Glory Vechter Momin. Er wordt nog wat straks. Ja, hij gaat mij denk ik op sleeptouw meenemen. Yeah. Ja, ik laat me verrassen straks, man. Ik heb er heel veel zin in. Het is mijn eerste keer hier, dus ik voel me wel een beetje kleine speler hier vandaag. Ik ben ook de eerste, man. Ja? Het is ook mijn eerste event hier. Dus maar ik ben vorige keer niet geweest, man. Ik heb het ook niet gezien toen. Ineens zag ik iedereen van mijn feed, zag ik daar met stories en dat soort dingen. En ik heb helemaal die marketing gemist vorige keer. Ja, ik ook. Ik zweer het je. Ja. Nou, ik hoop dat het zal vast en zeker zijn dat ik eens hier wegga vol testosteron het pand verlaat. Dus ik kijk er naar uit. Ja, zeker weten, man. Ja. Heren, dank jullie wel. Dank jullie wel. Allemaal bedankt, man. Ik heb genoten. Fijne dag verder. Fijne dag.